tijdens de terugweg onverwacht nog een stop aan een ezelverzamelplaats. Tussen haakjes, misschien is het wel de aantrekkingskracht tussen soortgenoten. Enfin, de dieren worden van hieruit vertransporteerd naar andere streken, daar ze hier de volledige vegetatie zouden laten verdwijnen. Inmiddels zijn we teruggevlogen naar Buenos Aires, waar voor degenen die niet naar Patagonië trekken, de reis over een paar dagen ten einde is. Maar eerst nog een bezoek aan de Rozentuin, een mooi aangelegd park met vele verschillende soorten rozen, standbeelden en dergelijke meer. Van de Rozentuin naar Don Silvano, een boerderij op de Pampa. Maar ook hier zijn de tijden veranderd, waarbij na de beurscrash de peso met 350% devalueerde. Een ware ramp voor gans het land. Daardoor trekken deze boeren nu ook het toerisme aan en krijgen zo de gelegenheid om paard te rijden, een zitje per koets te maken en tijdens en na het middagmaal een show bij te wonen met typische Gauchi-tradities. Ja, dat, ja, welkom en bedankt om naar de instantie aan te komen. Ik kom hier op de hoogte. Ik pak er gewoon niet, maar we zijn met de kamer. Even deze kopperjoet. Allee, voilà. La primera se acabó.
Wordt dan veel nieuwe gedachten. Wat dat je van zo'n beest in je huis zo verwacht had. Voor mij is het draaien en de neuzen. En ik moest erop en ze zeggen, wat is mijn naam? Het is hier de zon. Koffie of thee en een gebakje van eigen makelij, waarna we via de achterbuurten terug naar het hotel rijden.
Aan onze rechterkant bevindt zich de Rio de la Plata. Echt iets uitzonderlijks. Hij begint in Tiger aan de monding van de verschillende rivieren en is met 250 kilo breed. Zijn lengte is slechts 220 kilometer en eindigt in Buenos Aires. In Maipú nemen we de trein naar een toeristisch ritje naar Tiger, een zeer vruchtbare streek waar vele verschillende gewassen en groenten gekweekt worden. En hier een hondenwandelaar op stap met enkele honden van verschillende eigenaars. Voor de Argentijnen een volwaardig beroep. Verder nemen we een boot voor een tocht in de delta met langs de oevers huizen van rijke Argentijnen die hier de weekends komen doorbrengen. Het wordt echter steeds moeilijker dit verder vol te houden door het feit dat het kopen geld kost om de dijken rondom het eilandje te onderhouden. Onze boottocht via de wijk San Isidor, waar we de lunch nemen, terug naar Buenos Aires met bezoek aan La Boca, met La Boca Juniors, bekend van het voetbal, een van de grotere ploegen van Argentinië. Het is er steeds een kleurrijke bedoeling, maar altijd veel volk op de benen. Vandaag zijn we met enkelen aan het einde van het eerste deel van onze reis. Maar er is ook nog een jarige, namelijk onze gids Werner. En hoe kun je het beter laten vieren dan bij een lekker diner en een fantastische tango show? Allee, ik sta hier. Hier. Je zou hier roeren in Nederland. Ja. Wat is die reis?
En met dit vliegtuig trekken we met 8 personen zuidwaarts naar Patagonië, het ruige en koude Argentinië, terwijl de rest van de groep terug huiswaarts keert. Voor ons nog 4 etappes, namelijk Trillo, El Calafate, Ushuaia en terug Buenos Aires. Na ontbijt in Hotel Toulouse in Puerto Madryn vertrek naar het schiereiland Valdez, waar we de fauna en flora van de streek leren kennen. Ja, dit zijn wel degelijk konijnen, genaamd barras. Reuze konijnen tot 80 centimeter groot en jammer genoeg met uitsterven bedreigd. In de baai zie je naar gelang de seizoenen walvissen, pinguïns, dolfijnen, zeeleeuwen en zeeolifanten. Terwijl de wind maar om je oren hier en het zand op het strand hoog doet opwaaien. Over de middag is er plaatselijke lunch en vandaag staat er lam op het menu, gegrild op een open vuur. Na de lunch verder en de boot op zoek naar de walvissen. En ja, die zijn er, al is het wel moeilijk om ze op het gepaste moment te kunnen filmen. Once again a bit more to the left. Once again a bit more to the right. Mira.
What we're seeing here is exactly the behavior that almost brought these whales to extinction. Pure curiosity. Pura curiosidad. Vous voyez derrière? Inmiddels zijn we reeds in El Calafate, weer een heel stuk verder zuidwaarts richting Antarctica, het absolute zuidpunt. El Calafate is een rustig en mooi gelegen stadje aan het Lago Argentino, een meer groter dan ons landje België. Baila saya sigue negra. Baila saya sigue negra. Te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé, cuántas noches de pasión perdida, te soñé vencida, te hice mujer. Cuánto te amo, si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado. Cuánto te soñé y he sufrido todo mi fracaso cuando en otros brazos. Zo te zien wordt er heel wat nagepraat over van alles en nog wat. En na deze vrije namiddag en avond is de morgen daar terug en vertrekken we voor het hoogtepunt van deze reis, de Perito Moreno. En zien we steeds meer sneeuw, al is het nog hoog in de bergen. Toda mi sed de amar, siempre buscando mi sueño, perdido en mí. Allá en mi soledad y comprendí que en voilà, daar doemt hij op, de fameuze en meest indrukwekkende gletsjer ter wereld. Met afmetingen van 30 bij 4 kilometer en aan de voet een hoogte van 60 meter. In 1980 brak er een enorm stuk af, waardoor het water in het meer ongelooflijk, maar waar, met maar liefst 22 meter steeg, waarbij de mensen in de omgeving meteen dachten aan een aardbeving of een enorme ontploffing. De Perito Moreno is ook de
enige gletsjer in de wereld die nog qua grootte stand houdt. De kleuren van het ijs gaan van wit naar blauw, afhankelijk van de sterkte van het zonlicht. Es mucho beso dejar, que no puede sanar, que no puede sanar. Para beber todos sus vinos, besando calma en su boca, toda mi sed de amar, toda mi sed de amar, siempre buscando mis sueños, perdido en mi horizonte. Allí en mi soledad y comprendí que es un estorbo el corazón aprendiendo a vivir. En dit vliegtuig, het negende op onze reis, brengt ons naar Ushuaia, de plaats waarvan men zegt dat dit het einde van de wereld is. Muchas veces la soledad es una enfermedad que no puede sanar. También Ushuaia is een leuk stadje, gelegen aan het begin van het Bielkanaal en de